Hoe beter je de oorzaak kent en hoe beter je je huid begrijpt, hoe doelgerichter dat je met de juiste ingrediënten deze huid kan voeden. Boost. Alles over gezondheid en sport. Dag Barbara Geuses, jij bent bio-ingenieur met een doctoraat in de dermatologische wetenschappen. Wat vertelt DNA over je huid? Dag Anne. Zoals je juist al aangaf, in je DNA zit heel veel informatie. Daar ben je mee geboren en zo kan je uit je DNA ook huideigenschappen bepalen. Bijvoorbeeld het risico op versnelde huidveroudering. Ook het risico op bepaalde kwaaltjes. Heb ik nu een droge huid, een gevoelige huid? Van waar komt dat eigenlijk allemaal? Of het feit dat je goed beschermingsmechanisme hebt. Dus eigenlijk is hoe beter je de oorzaak kent en hoe beter je je huid begrijpt, hoe doelgerichter dat je met de juiste ingrediënten deze huid kan voeden. Maar je hebt toch ook veel zelf in de hand? Je weet dat je niet mag roken, dat je niet te lang in de zon moet voor je huid. Hoe zit die verhouding dan met je genen? Ja, dat is ongeveer 50-50. Een deel weegt zelfs meer door op DNA. Dus 60% is ongeveer DNA bepaald. Maar gelijk dat je zegt, zeker een deel bepaald door je levensstijl. Maar de reden waarom iemand zijn huid sneller veroudert, ondanks het feit dat hij eenzelfde levensstijl heeft, heeft te maken met de genen. Dus bijvoorbeeld twee rokers naast elkaar. Het kan soms zijn dat je iemand bent tegengekomen die heel haar leven lang heeft gerookt of zijn leven lang en dat je dat eigenlijk niet aan die huid ziet en bij iemand anders wel. Dus dat intern beschermingsmechanisme, hoe goede genen dat je eigenlijk hebt, dat is genetisch bepaald. Ja, want eigenlijk, wij vrouwen en ook wel mannen, die kopen dan eens een crème hier en dan laten ons verleiden door reclame, kopen een crème daar en dan zijn er toch nog rimpels en dan is het dat en dit en dan jeukt en dan krijg je een rood gezicht en bla bla. Dus met als gevolg dat je verschillende potjes in je badkamer hebt staan, maar jij beweert van, kijk, als je mij het DNA geeft, dan pas ik een crème aan op jouw DNA en dat kan je dan voor de rest van je leven gebruiken. Klopt. Ja, wij groeien eigenlijk ook wel een beetje met u mee, omdat die levensstijlfactoren ook een rol spelen. Maar DNA is één ding, levensstijl brengen wij ook in kaart en dan maken wij inderdaad een routine voor u dat helemaal op uw maat is afgestemd. En nu, door een recente klinische studie, hebben we kunnen aantonen dat dat effectief beter werkt. Dat is zelfs gepubliceerd in een internationaal dermatologisch tijdschrift. Dat zegt, als je maatwerk biedt aan de huid, wat wij zijn, mijn Omige, dan maakt je huid sterker, frisser, vitaler, gezonder. En is dat veel efficiënter dan een productje en maar proberen en niet weten of het gaat werken. Klopt. Ja, wil je meer informatie, moet je eventjes gaan naar nomige.com. Daar kan je al alles lezen. Ik heb ondertussen mijn DNA naar jou opgestuurd, Barbara. En we gaan elkaar donderdag weer terug horen. Dan zou je de resultaten hebben om te kijken wat we kunnen smeren. Ik hoor je graag donderdag terug, goed? Heel graag, Anne. Dank je wel. Tot dan.